moet u zelf zeggen dat ik Mark nog maar één keer zelf ontmoet heb. Maar dat is iemand die heel joviaal is, heel vriendelijk is. Ja, ik zou zeggen, dat is een echte gingelomenaar. Een echte gingelomenaar en volgens zijn buren zeker niet de man die opstapt bij moeilijke vragen tijdens een interview. Wilmots is een joviale man, klinkt het. We hebben nu hier een lood gemaakt, daar heeft er ook niks van gezegd. Hè? En dat was chapeau. Want nu, tegenwoordig, veel mensen, als je iets maakt, direct de police of dit of dat, je kent het. Hij heeft niks gedaan. Dat vind ik fijn. Barcelona komt op de eerste plaats voor buurman Yannick. Maar de prestaties van Wilmots volgt hij natuurlijk op de voet. Ja, toch meer speciaal als omdat je buur toch de coach is. Hè. Wilt je zeker dat we winnen? Hè? Dat is voor hem ook fijn. Hè? Op het dorpsplein van Klein Vorse wordt elke match van de Rode Duivels uitgezonden. Mark Wilmots is volgens de burgemeester een gingelomenaar om trots op te zijn. En wie weet is hij binnenkort ereburger. We hebben daar in het Schoot van Schepencollege al over gesproken. En ik denk het feit dat hij zich al gekwalificeerd heeft met de Rode Duivels voor het wereldkampioenschap, dat al een prestatie op zijn eigen geworden is. Op het dorpsplein van Klein Vorse woont misschien wel de grootste voetbalgek van Gingelom. Hallo, goedemiddag. Koen haalde ter ere van het WK zijn verfborstel boven. Toen we ook het nieuws hoorden dat hier de gemeente ging zorgen voor op het pleintje een supergroot scherm te zetten en activiteiten, dacht ik, ja, nu moet ik wel helemaal meedoen. En we hebben daar eens over gebrainstormd en vonden we natuurlijk niet beter dan gewoon de grootste vlag van Limburg eigenlijk te maken. Zelfs toen ik nog maar bezig was aan het verven, stopten allemaal auto's om met gsm een foto te maken en zo. Dus ja, in elk geval alleen positieve reacties. Zoals ja, alle reacties op de Rode Duivels eigenlijk. Hè. Zoals elke goede Belg gaat Wilmots ook wel eens op café. Dat doet hij in Basculeke in Jeuk. Hij is al een paar keer geweest, drinkt hij een rustig een koffietje. En ja, natuurlijk, voetbal is aan hem niet besteed op café. Dat hebben wij al duidelijk gemerkt. Het gebeurde dat een paar mensen die hem niet zo goed kennen, toch dadelijk over voetbal wouden beginnen. Zijn reactie was, geef ze allemaal een pintje, maar laat mij alsjeblieft over iets anders praten.